Hoe kom je aan zo'n prachtige naam? Ik denk dat ik het antwoord wel kan raden. Ja, ik denk dat hij het goed zou raden ook. Van de Romario, van mijn vader gekregen. En ja, prachtig. Heb je wat van hem? Mijn vader zegt van wel, maar op papier nog niet. Je bent hier bij Dordrecht terechtgekomen. Laten we even beginnen bij het verhaal AGOVV. Hoe heb je dat ervaren? Toch treurig dat je dat mee moet maken, dat een club ophoudt te bestaan? Zeker treurig en vooral in mijn geval. Ik heb het al eerder meegemaakt. Ik zou het laatste jaar zeg maar, van NBC, zou ik naar NBC toe gaan voor 3 jaartjes. Dat ging toen ook niet door, ook vanwege het faillissement. En nu maak ik het weer mee. En nu is het ook wel lastig omdat het midden in het seizoen gebeurt. Je hebt net een band gecreëerd echt en het begint goed te lopen bij met het team. En opeens ja, stopt dat op een treurige manier voor de club en dat is niet leuk. Heb je nog contact met mensen daar of met oud-medespelers? Ja, zeker met de spelers. Hoe ik zeg, we hebben net een goede band gecreëerd samen en we praten vaak met elkaar, heel vaak. Nu ben je bij Dordrecht terechtgekomen, daar ga je nu mee trainen. Hoe ziet het traject er verder uit? Als het goed is, wordt Dordrecht gewoon een nieuwe club. En dat is wat ik ook graag wil. En ik hoop dat ik het gewoon hier kan afmaken de rest van het seizoen. En ja, we zijn al begonnen aan het traject. Ja, en eigenlijk is het zelfs promotie, hè? Want als we naar de ranglijst kijken, staat Dordrecht boven AGOVV. Ja, zeker, zeker. Dus het komt nog eerlijk gezegd goed uit. Voor mij dan. Is eigenlijk gewoon een stapje omhoog. Ja, wat kunnen de mensen verwachten van jou? Wat voor type speler ben je toch? Ik ben een speler die graag met mijn gezicht naar de goal speelt en altijd vooruit speelt. En gewoon zoekt een doelpunt te maken. Gewoon voor dreiging zorgt voorin. Ziet het er al naar uit dat je komend weekend al kan spelen of moeten alle formaliteiten nog geregeld worden en is dat niet mogelijk? Daar kan ik nog geen antwoord op geven, weet ik niet. Ik denk dat er nog een en ander moet geregeld worden.